Hallo. Dag Theo. Hallo. Kan iemand open doen? Theo Maassen staat voor de deur. Ja, Willem. Naast mij zit Theo Maassen. En Theo Maassen, wie kent hem niet? Hij heeft ook hier vaak opgetreden. Heel vaak. Hoe vaak heb je dat niet hier? Ja, heel vaak. Bijna al mijn shows begin ik hier eerst. Ja. En laat je dan ook later wel dingen weg ook die je eerst gedaan hebt? Ja. Want bij de laatste show, wat heb je bijvoorbeeld weggelaten? Van hier, in ieder geval een stukje over kutscheetjes. Dat is er echt uit. Dat was too much. Op een gegeven moment is het genoeg ook, hè? Want kutscheetjes, dat zijn dus scheetjes uit de kut. Maar voel je het genoeg dat het niet meer werkte? Nee, het werkte wel, maar je zoekt ook naar een balans, toch? Ja. Ik wil eigenlijk een soort van, ik weet daar het Nederlandse woord niet voor, maar je maakt een soort train of thoughts. Dus dat het is alsof je gewoon een stroom gedachten hebt en met zijtakken. En dan kom je weer terug bij de hoofdgedachte, maar soms wordt die zijtak te extreem of te lang. Of dan komt daar ook weer een zijtak. Ja. En dan verliest het een beetje zijn urgentie of het verhaal wat je wil vertellen. Dus het is een stroom met zijtakjes en dan weer terug. En soms, en dan wordt dat zijtakje te lang door die kutscheetjes. En dan gaan de kutscheetjes eruit. Ja, en vind je het dan jammer dat je toch nog aan die kutscheetjes denkt? Dan? Ik kan het toch weer terughalen? Ik ben natuurlijk vrij om in mijn vrije tijd daar wel over te praten met mensen. Over de kutscheetjes. Dus, maar ik bedoel ook in de voorstelling. Nee. En heb je een regisseur dan die dan zegt van dat moet er nou toch wel uit eigenlijk? Of dat. Het is de verre zijweg die je inslaat. Ja, ik heb een regisseur. Maar die ken ik ook al zo lang dat die ook een beetje in mij zit. Ik heb heel veel van hem geleerd en dat heb ik geïncorporeerd en ik kan eigenlijk al ook met zijn hersens denken. Maar hij komt ook kijken en hij geeft wel commentaar aan. En wie is het dan? Martijn Bouwman. De Martijn Bouwman. Ja, en daar werk je dus al heel lang mee, dus daar heb je ook heel veel vertrouwen in. Heb je ook, dan mag ik even dansen met de vingercamera, want ik moet even kijken, want anders dan heb ik die voor niks om mijn vinger. Dus close-up. Gewoon even close-up, zo over de ogen, zo, de mond, zo. En, doe maar hoor. Geen haar, hè? Heel weinig. Ik schijn een typische boogschutter te zijn, dus op mijn benen, kijk maar even, op mijn benen heb ik dus wel veel haar. En ook wel, eigenlijk tot onder mijn middel ben ik best wel, ik weet niet of dit te intiem is of hierop zit te wachten. Ja, maar ben ik best harig en het bovenlijf niet. En een boogschutter is dus van boven mens en van onder dier. En ik schijn de typische beharing te hebben van een boogschutter. Terwijl ik niet in astrologie geloof hoor, maar dat schijnt ook typisch iets te zijn van boogschutters. Dus dat ze niet in astrologie geloven. Maar dat is wel een leuk weetje. Geloven, ja. Okay. Maar de grenzen houdt dan bij de navel onder de navel. Mag ik het zien ook? Dit is dan mijn schaamhaar. Ja, dat is normaal. Ja, dat weet ik vind niet. Schaamhaar. Ja, maar de hoeveelheid en de dichtheid varieert natuurlijk. Ja, dat is weer waar. Dit is al heel interessant, vind ik. Lichamelijk, hè? Want ik heb de voorstelling hier ook gezien, ook, over het lichamelijke gesproken. Heb jij zelf dus, je hebt ook een grap over de MeToo ook. Ja. Die zit er nog wel in. Zeker, ja. Ook, hè? Dat die, dat ga ik niet vertellen. Nee, daar heb ik het wel over, ja. Ja, want dat is altijd zo vervelend, vind ik zelf ook als het over mijn voorstelling gaat, dat recensenten vaak de grappen gaan. Ja, naar. Heb je dat ook meegemaakt? Zeker. Ja, het gek is, bij liedjes is het vaak leuk om ze vaker te horen en dan kom je steeds dichterbij wat iemand wil vertellen. En een grap is meer een lucifer. Dat werkt één keer heel goed. Ja. En daarna weet je maar, het is ook de verrassing die maakt dat je die spanning ontlaat en dat je moet lachen. Dus daarom is dat wel irritant, als mensen gaan citeren. Ik vind het ook een beetje armoedig ook van een recensent, toch? Van kom op, vertel er iets over. En haal je dan haal je een grap dan ook eruit? Nee, dat ook niet. En niemand leest mijn kranten, dus dat is dan weer het voordeel. Ja. Maar hier wordt heel veel naar gekeken, dus ik wil het hier echt niet doen bij Asfalt TV.
Maar omdat ik zelf ook een vakvrouw ben, zou ik het ook niet over mijn hart kunnen verkrijgen om een grap te gaan vertellen. Een MeToo-grap die wel bevrijdend was, helemaal in die tijd. Want toen was de MeToo nog veel strenger. En nu, Kammergurke maakt er nu grappen over, over het na-MeToo-tijd eigenlijk. Hè? Nou ja, het overbewustzijn wordt natuurlijk ook iets heel raars. Ja. Als je even van, hey, leuk om je weer te... Ja. Ja, dan zie je, jij schrikt nou ook al, maar het is gewoon aardig bedoeld. Ja. En dan, als het gewoon, ik weet niet. Ja, maar ben je bewust, ik weet dat ook niet. Kun je over jezelf oordelen of je intenties oké zijn? Ja. Dat is natuurlijk ook linkersoep. Als je denkt, nee, ik ben gewoon een heel lichamelijk type. Dit betekent gewoon helemaal niks. Maar ik weet niet hoe het voor jou, hoe het voor jou is natuurlijk. Dat handje. Nee, want je dat zoekende handje. Want het is even wennen, maar tegelijkertijd voel je wel de warmte die van jou uitkomt. Ja. Dus dat moet je ook. Maar je kan ook mensen hebben die weer warmteangst hebben. Ja. Dus die denken van, oh god, nee. Dat vind ik sowieso. Ik heb dat ook altijd. Het is ook wel leuk om soms over seks praat met iemand. Of iemand begint daar zelf over. Ja. Dat bij sommige mensen denk ik, oh leuk, ben ik nieuwsgierig en vertel maar. En bij andere mensen die eigenlijk textueel precies hetzelfde zeggen, denk ik, gadverdamme, ik hoef dat van jou echt niet te horen. Nee, dat is precies... Maar ja, dat is totaal subjectief ook. Ja. De een kan zich best wel wat permitteren en bij de ander denk je meteen, Hoewel, vrouwen heb je veel minder MeToo. Die kunnen ook... Andersom bedoel je, Nou, want ben je wel eens bij de vrouwen? Ik ben wel eens, maar dat is heel lang geleden, ik ben wel eens aangerand door een vrouw. Ja. Dus als je dat... Maar alleen, ik heb dat niet als vervelend ervaren. Ik vond het wel spannend. Maar andersom... Nou, dat was bij... Maar dat is echt gebeurd. Toen was ik denk 19 of zo. En toen was ik bij de Rutgers Stichting ook. Als je dan ergens je veilig moet voelen, is bij de Rutgers Stichting. Dacht ik ook dat ik iets had. En toen was er ook zo'n mevrouw die mij ging onderzoeken. En ook veel te lang met mijn... met mijn piemel bezig was. Ja. Dat gaf ook weer een soort van reactie. Ik denk, ja, maar dit klopt. Oh, ja, maar ja, ik vond het wel spannend. Ja. En ik dacht helemaal niet van, en ik weet het nou nog. Vind ik nog leuk dat ik het heb meegemaakt. Maar dat kan natuurlijk. Andersom zou dat veel vervelender zijn, denk ik. Ik weet niet of het verschil is, maar denk jij, is dat een verschil? Want je wordt ook, geloof ik, verkracht als er gepenetreerd wordt. En dat omdat bij een man het iets meer aan de buitenkant zit, zou dat daardoor minder... Ik weet het niet. Ja, maar als zij met haar mond gaat penetreren, als hij omhoog staat en zij doet haar mond open... Ja, dan is het wel fout. Als je dat echt niet wil, dan... Maar zo ver ging het niet. Maar dat nog. Is ook al bij tongzoenen natuurlijk. Dat is ook al een penetratie. Bij een tong in iemands mond steken. Ja. Als je de een de mond dicht houdt en de ander die duwt hem er doorheen, dan is penetratie. Maar het is wel mooi, want waarom was je toen met de Rutgers Stichting? Ja, ik dacht dat ik iets had. Dat ik iets had opgelopen. Van het geslacht. Ja, ja. Omdat je wat met een vieze vrouw of zo. Ja, dat kan gebeuren. Dat ik ben ook maar een mens, Margreet. Jong geweest. 18, die 18. En hoe zag die vrouw van de Rutgers Stichting eruit dan? Ik weet niet meer, dat was wel toch wel een vrouw van 30 of zo, is ouder dan ik. Ja, maar dat is wel leuk ook. Ja, maar ja, goed, dat is in dat geval natuurlijk leuk. Ik wil hier niks gaan lopen te bepleiten. Maar het is allemaal heel... En maakten ze excuses toen je dus een... Het is ook een grijs gebied. Dat is natuurlijk ook het is een grijs gebied. Misschien moest ze wel zo lang onderzoeken. Ik denk het niet. Voor mij voelde het niet meer... Dit is geen medisch onderzoek meer. Dit is iets heel anders. Ja. Leuk. Maar ja, weet ik veel. Ik heb er geen verstand. Ik heb er niet voor geleerd. Zij wel. Dus het is, volgens mij speelt het zich natuurlijk vaak af in dat soort grijze gebieden. Waarbij je moet interpreteren. En je interpreteert natuurlijk heel veel mis in het leven. Ja, en in zo'n situatie moet je ook mild interpreteren, vind ik. Dus heb je ermee gezeten? Heb je tegen... Nee. Ik ben het nooit meer vergeten alleen. Het is een soort... Je hebt het wel tegen mensen verteld? Maar nooit met een camera erbij. Maar wel, ik heb het wel vaker verteld, ja. Ja. Nee, ik zit er helemaal niet mee. Nee, wel geinig eigenlijk. Ja. En zou het ook niet zo kunnen zijn dat iemand
later tegen jou zegt... Verdamme, dat kan toch niet? Ja, maar het gaat toch om mijn gevoel daarbij? Jawel, maar dat je gevoel dus gaat veranderen. Dat de maatschappij zegt, dat moet je eigenlijk wel aangeven, hoor. Ja. En dat je dan denkt van, ja, dat je met terugwerkende kracht schuldig voelt of vies voelt. Of dat je dan wel zegt van, ja, ik ben eigenlijk misbruikt. Ja, dat zou kunnen, maar ik heb het zelf helemaal niet. Maar ja, er zijn jongens die voelen zich al... Ik weet niet of dat nog is. Vroeger was dat natuurlijk ook met het geloof. Die zich al schuldig voelen over masturbatie. Ja. Er zit heel veel schuldgevoel. Dat heb ik ook nooit gehad. Nee, nog niet. Nee. En dat is ook weer dat mensen zich schuldig voelen als je getrouwd bent. En je masturbeert dat het ook weer verschrikkelijk is. Ja. En je vrouw weet dat ook. Die weet het wel, ja. Ja, maar die maakt er ook... Of die doet dezelfde. Nee, ja, om nou betrapt te worden heb ik ook weer betrapt. Dat is geen betrapt. Maar zo voel je het in de privacy of your own home. Dat doe ik dan maar weer in mijn eentje. Maar dat is het ook, toch? Als je weet dat het niet is of zo. Ja. Ja. Maar goed. maar dat gaat over het misbruik. En over de mildheid. En dat je ook niet op alle slakken zout moet leggen. En dat je ook een beetje... Ja, het ligt zo aan de situatie. Daarom is het zo moeilijk om in algemeenheden daarover te praten. Ik zat vroeger, toen was ik ook, dat is nu ondenkbaar, toen was ik 16 of 17. Ik weet niet, ik vertel wel opeens alles tegen je. Maar toen zat ik in een zaalvoetbalteampje van school. En dan moest je altijd iemand meenemen die dan, een grensrechter, die dan, maar niemand wil natuurlijk met een vlaggetje bij een zaalvoetbalwedstrijd staan. Maar wij hadden een vieze Pietje, hadden wij. Dat was een of andere man uit het dorp. Ja, en die viel zeker te weten op jongens. Maar hij was ook een beetje zwak begaafd. Maar hij had ook bijvoorbeeld, wij wisten ook dat hij porno had. En dan gingen sommige jongens gingen daar ook wel eens kijken, volgens mij. Ik ben daar nooit geweest. En dan wilde dan vlaggen. En dan gingen we daarna douchen. En dan kwam vieze Pietje, die kwam even zo in de kleedkamer. En dan kwam hij even kijken. En dan zeiden we, hey, Pietje, opzouten, wegwezen. En dan ging hij weg. Ja, dan hoefden wij niet te vlaggen. Hij had gevlacht. En hij had een paar piemels gezien. Het was eigenlijk een win-win situatie. Ons boeide dat niet zo, weet je. Van, nou weg. Ja, dat is nu ik moet daar nu ook weer om lachen als ik het aan je vertel. Maar dit is nu weer een schrikbarende situatie, zou dat waarschijnlijk nu zijn. En hij mocht gewoon dus grensrechter blijven ook. Ja, dan hoefden wij niet. Het zou nou ook niet meer kunnen. Nee. Maar je hebt, als je dus met je voorstellingen bezig bent, dan moet je ook het over de voorstelling hebben, put je dan ook wel, ja, dat is een beetje een clichévraag, uit je eigen leven en uit je herinneringen? Ja, maar ik ben niet zo'n anekdote-verteller. Dus het zijn niet die anekdotes die ik vertel van vroeger of zo. Ik hou ook niet van nostalgie en over vroeger. Maar alles wat je meemaakt, vormt je natuurlijk wel. En je blijft in je voorstelling ook altijd heel dicht bij jezelf ook eigenlijk, hè? Deze voorstelling vond ik het, die is wat, volgens mij iets conceptueler dan andere voorstellingen. Ik vond het nu eigenlijk heel geinig ook om vanuit die slachtoffercultuur, waar we het net ook al een beetje over hadden, om eens te kijken wat er gebeurt als je die witte heteroseksuele man van middelbare leeftijd die ik ben, die eigenlijk wordt gezien als de bad guy. Wat gebeurt er als je die als slachtoffer gaat zien en zijn point of view over zijn situatie? Dus dat was eigenlijk, en ik ervaar mezelf helemaal niet als slachtoffer, helemaal niet. Maar in die voorstelling eigenlijk wel. Ja. Dus dat is aan de ene kant dicht bij mezelf, maar het is ook niet een personage wat ik creëer, maar het is wel een heel specifiek kantje van mezelf, wat ik uitvergroot. Nou, je zou kunnen denken dat je je heel goed kan verplaatsen in zo'n persoon. Dat hij in die zin dichtbij staat. Maar ik heb wel zelf wat meer zelfvertrouwen, denk ik. Wat meer relativeringsvermogen, wat meer empathie in het dagelijks leven. Maar op het podium is het wel grappig om daar veel extremer in te zijn. Dan wordt het veel hoekiger en grappiger en specifieker ook. Ja, je toert dus... God, het zijn al die trams die voorbij komen. Maar je toert... Voor hoeveel jaar doe je nou door het land trekken? Met één programma? Ja. Anderhalf jaar of zo. Oh ja, en allemaal wel uitverkochte zalen. Ja, er zijn nog wel... Ik speel een paar lange toeren in Nieuwe Luxor en Carré. Daar zijn nog wel kaartjes voor. Oh ja. En voor de rest is bijna wel alles uitverkocht, ja. Terwijl je hebt gemengde recensies gehad. Ja. En trek je dat aan? Of dat, nou, niet.
niet per se. Nou ja, ik was wel een beetje verbaasd. Ik had wel verwacht dat het heel gemengd zou zijn. Ja. Omdat het moreel gezien niet helemaal correct is wat ik beweer. En dat merk je wel, dat nu ze ook in de kunst zien. Dat daar heel erg op. Ik las ook gisteren dat alle theatervoorstellingen die zijn geselecteerd voor het theaterfestival. Praktisch alle voorstellingen hebben ook als thematiek of immigratie of het klimaat. Oh, dat ja. wordt dan gezien als allemaal de beste voorstellingen. Ja, en de grote succesvoorstellingen die werden niet geprogrammeerd. Ja, dat is natuurlijk ook frappant. En ja, ik heb hier qua moraal niet helemaal binnen de kleurtjes geschilderd. En dat lijkt mij strafpunten op te leveren, ja. Vooral in de Volkskrant en... Ja, hoop kranten. Oh, ja. Hoop kranten. Trouw en NRC en allemaal, bijna allemaal. Ja. En word je dan extra gemotiveerd? Nou, in ieder geval niet minder gemotiveerd, nee. Nee, het is wel. Het helpt wel. Want het helpt eigenlijk de voorstelling ook wel een beetje. Omdat het ook een monoloog is van een man die zegt van. Hoe moet ik me verhouden tot de nieuwe wereld? En wat mag ik nog zeggen, wat mag ik niet zeggen? Ja. En dus het lijkt ook een beetje bijna een antwoord weer op die recensies. Terwijl dat het helemaal niet is. Ja. Nou ja. Dit is oké. Maar ja, nee, het maakt niet zo, voor mij maakt het niet veel uit, omdat ik natuurlijk, ik heb al veel publiek en mensen komen naar me toe als ze het leuk vinden wat ik doe. Ja. Maar ik zou het wel rot vinden als zeg maar, een beginnende cabaretier die een beetje mijn stijl heeft of dat soort gedachte-experimenten uitprobeert op het podium, die krijgt nu denk ik ook. Ik zou ook heel erg op zijn flikker krijgen en dan is het wel rot. Recensies, want er komen mensen in en denken ze, dat zal niks zijn. Nou, ik heb toen weer René Vermeurs. Toen was er een stuiterbalfestival in Den Haag. Ja. En René Vermeurs, die kreeg op de dag van. Dat is een festival, zeg maar, waar alle cabaretiers bij elkaar komen. En dat werd dit keer georganiseerd door Paul van Vliet. En toen kreeg hij René Vermeurs, die kreeg dus zo'n slechte recensie. In de Volkskrant. Hmm. Dat mensen hun geld terug moesten vragen, geloof ik. En verschrikkelijk. En toen hebben we hem de Theo Maassen prijs gekregen. Want dat is het leuke. Toen jij Kameretten won, denk ik. Ja, in 1990 was dat. 29 jaar geleden. 29 jaar geleden. Toen werd er gezegd door Fred Floors, geloof ik. Die was juryvoorzitter. Ja. Dat het niveau zo laag was, dat ze eigenlijk geen eerste prijs wilden geven. Ze wilden niemand opzadelen met een persoonlijkheidsprijs. En het was echt het was heel bedroevend. Is Theo wordt uiteindelijk geworden. En wij hadden uitzending bij de VPRO-televisie. En hebben we meteen gevraagd, Theo, kom laten zien hoe slecht je bent. Ja, het eerste interview wat ik ooit heb gedaan op televisie was van jou. Ja. Ja. Hoe lang is dat geleden? Ja, 29 jaar. Ja, 29 jaar geleden. En we leven allebei nog. En, min of meer. Ja, en toen liet je meteen zien hoe leuk je was eigenlijk. En dat vond ik wel leuk. En met die René Vermeurs hebben we dus de Theo Maassenprijs uitgereikt. En die jongen wilde dus niet komen. Ja. En toen zei Brigitte Kaandorp, die het mede georganiseerd had, die zei van, ja, maar je krijgt de Theo Maassenprijs. Oh ja? Ja. En toen kreeg je een groot applaus ook van alle mensen. Ja, leuk. Dus het kan ook stimulerend werken. Als je dus begint en je krijgt meteen de volle lading. Dat was toen best wel lastig. Ja. Toen kon ik ook bijvoorbeeld helemaal geen impresariaat krijgen. Niemand wilde mijn voorstelling verkopen. Ja. Dat is wel lastig. Ja. Maar uiteindelijk is het toch allemaal wel goed gekomen. Ja, heel goed gekomen. Want je speelt niet alleen in theater, maar ook in film. Ja. Veel. Er komt nu weer een film uit met Jeroen Krabbé en Beppie Melissen. Ja, die spelen mijn ouders. Of ja, ik speel hun zoon. Zo moet ik zeggen. En die komt in oktober uit? Of? Zoiets, in de herfst. Ik weet niet precies wanneer. En dan speel je een homo? Ja, onder andere, ja. Ja, een chirurg, een homoseksuele chirurg. Oh ja. En dan krijg je de komende tijd heel veel de vraag. en die ga ik al stellen. Want dan weet je, ben je erop voorbereid? Ja, kom op. Welke, is het niet moeilijk als hetero om een homo te spelen? Die mensen meteen. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ja, in ieder geval, ik heb er niet zo over nagedacht. Ik doe ook niet heel. Ik ga niet heel raar praten of anders bewegen. Nee, dat zou raar zijn. En of anders tongen ook niet. Nee, er zit wel ook een vrij scène in, wel met een jongen ook. Maar die speelt een jongen. Ja, hoe heet dat nou? Majid. Jonge acteur van toneelgroep Amsterdam. Oh ja.
Ja, een jonge, 30. Volgens mij is hij 30. Dat vond ik vooral ongemakkelijk. Dat hij dan zo iemand 22 jaar jonger is dan jij. En die moet dan met mij tongen. Maar is hij wel homo dan? Hij is in het echte leven is hij wel homo. Oh, ja. Dus dan, ja, misschien is het dan lastiger dan dat je ook hetero bent. Want dan ben je gewoon... Dan ben je gewoon aan het werk allebei. Ja, maar ik heb het wel vaak. Ik heb wel vaker homo's. Ik heb wel vaker vrijzijnders gehad met mannen. Oh ja. Dus, maar ja, joh, zo'n veel. Heb jij wel eens gezoend voor geld? Nee, volgens mij niet. Nu het vraagt. Nee. Nee, ik dus wel een paar keer met mannen en vrouwen. En ja, ik vind het wel geinig om een keer mee te maken. Want in het dagelijks leven komt het er meestal nooit zo van om met mannen te zoenen. Dus dan. Ja, dan is en moet het dan vaak over zo'n scène? Nou, meestal is er wel altijd een soort van... bij stunts, maar vechtscènes, maar ook bij vrijscènes... is er altijd wel op zo'n set een hele hoge concentratie. En niemand vindt het echt superleuk om te doen ook. Of het zo, dus, nee. En je kan het ook... Dus meestal in 3 keer is het wel gepiept. Ja, en ook niet repeteren of zo. Ja, wel, we hebben toen ook een beetje toch... Want het is ook gek om iemand... Ja, het kan ook, maar om iemand helemaal nog niet te kennen. En dan op de eerste draaidag moet je meteen die vrijscène doen. Aanvaarden. Dus wij hebben toen wel... Oh, het kusje. Oh, ah, ja. Nou, dus hebben we kwijt in elk geval. Kijken of iemand het oppakt straks. Maar... Dus dan hebben we elkaar wel een keer in een soort repetitielokaaltje ontmoet... En toen ook een beetje zo'n soort choreografietje gemaakt. En, dus t-shirt uittrekken, zo overdag in zo'n repetitielokaal. Een beetje tegenover elkaar staan, een beetje elkaar vastpakken, een beetje zo. Ja, dat is wel een beetje ongemakkelijk, maar wel grappig ook. Ik vind het ook heel grappig. Zo'n situatie is er ook heel... Ja, ik vind dat leuk. Ik ben ook wel zo... Ik vind het leuk om dingen mee te maken. Dus dan vind ik het ook geinig om dat een keer mee te maken. En dan voel ik me ook wel onhandig en zo. Maar ik vind het niet zo erg om me onhandig te voelen. Nee, en als het dan helemaal gefilmd wordt, dan is het ook niet erg als je een beetje onhandig bent. Want dat is met vrije toch vaak Bij mij wel, ja. Zo, ja. Ja, ben je ook bij je eigen vrouw dan onhandig? Nou, dat begint nu, na 19 jaar begin ik al een beetje te weten hoe en wat. Nou, en die film komt dan in oktober uit. Liefhebbers heet die. Dat is misschien De Liefhebbers. Ja. Maar zo heette ze met hun achternaam. Ach, en ja, van Peter Liefhebber, vroeger de recensent van de Telegraaf, de toneel- en de cabaret-recensent. Ja. En dit heb je dan gedaan, die film komt uit, en wat gaat er verder gebeuren? Nee, dat is het. Ik ben tot maart bezig met die voorstelling en daarna weet ik het nog niet. Dan kom ik hier, in je talkshow kom ik... Nieuwe show kom ik mee doen. Ja, hartstikke leuk. Ja. En de try-out kom je hier ook altijd weer doen. Altijd, ja, altijd weer terug. Ja. Ja. Nou, ik vond het een heel fijn gesprek. Ja, ik ook. Heb je zelf nog iets aan toe te voegen? Nee. 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 Niet zo. Je bent helemaal wel... Maar leeg. Op. Want vanavond moet je spelen. Ja. In Bloemendaal. Buiten is wel leuk hoor. Echt in het bos met bomen en vogeltjes die fluiten. Dat is wel mooi. Is wel mooi. Ja. Nou, bedankt. Mag ik je kussen? Ja, graag. Dus gaat het te ver? Dankjewel voor alle aandacht en vragen. En doe me goed. Ja, dit was een gesprek met Theo Maassen. En volgende keer hebben we weer een ander fijn persoon, wel minder, in de vensterbank.